In deze stad wonen 83.000 inwoners. De Koekoek is hier het bekendste kippenras. De plaatselijke voetbalclub won in 1988 de Europa Cup 2. 21% van de bevolking is jonger dan 18 jaar. En in dit land hebben ze geweldige legendarische spelers. En ik noem er een paar. Paul van Himps, Luc Niels, Jan Keulemans, Michel Prodom. En natuurlijk van deze tijd Eden Hazard, compagnie en ja, nog veel meer. Vandaag gaat er iets heel bijzonders gebeuren. En wij gaan het meemaken. Het eerste Cruijffkoord wordt namelijk geopend in Mechelen, hier in België. Allee, Cruijffie! Hey. Oh, oh, oh. Alles goed? Staat jij een beetje Vlaams, of niet? Ja? Weet jij wat tutevriet betekent? Kauwgom. Ja, het is maar dat je het weet. Als het eerste Cruijffkoord in België wordt geopend, dan hoort daar natuurlijk het Belgisch volkslied bij. Dag meneer Van Oers. Hoi, goeiedag. Hoe gaat het? Uitstekend, dankjewel. Hey, ik wil u de eer geven om vandaag voor het eerst op dit Cruijffkoord in België 1-1 panna te spelen. En om u dus een panna te geven, of misschien wel andersom. Ik ga meedoen. Hoe voelde dat? Dat voelde heel beroerd. Heel knap. Maar ik denk dat het wel goed voelt om al deze jongeren hier te zien sporten, toch? Absoluut, absoluut. Ik denk dat na heel hard werken dit echt een fantastische opening is. En ik hoop dat de jeugd hier heel veel plezier gaat beleven aan dit mooie koord. En dan nu mijn eerste freestyle combo op dit prachtige nieuwe koord in België. Hoe heet jij? Atte Klarasch. Leeftijd? 13. En jij gaat de eerste truc hier op het Cruijffkoord doen. Welke truc wordt het? Gewoon iets met jongleren. En ja, gewoon zonder schoenen, hè? Ja. Is dat fijner? Ja, is beter. Waarom? Balgevoel. Gevaarlijk, box. Nu gaat het belangrijk worden, dames en heren, want hier komt de burgemeester aan. De burgemeester staat hier achter en hij gaat het nu dus officieel openen. Cruijffie! Wil jij hier voetballen of een andere sport, dan kan dat natuurlijk. Maar heb jij nou een goed idee en ben jij tussen de 14 en 21 jaar, dan kan de Cruijff Foundation je daarbij helpen. Ze hebben namelijk daar speciale coaches voor en één daarvan staat naast mij. Hoe heet jij? Oh, ik ben Sofiane. Hoi. Hey, als iemand nou een goed idee heeft, hoe komen ze dan met jou in contact? Ja, wij hebben een jeugdhuis hier in de buurt en daar leiden we jongens op van 11 tot 15 jaar en 15-plussers, ook jongeren. En van daaruit zijn ze gegroeid, de community coaches. Dus wij hebben ze dan aangesteld en opgeleid, zodat ze hier perfect kunnen helpen. En het opstellen van toernooien door middel van ballen te geven of geld of affiches te maken. Dan kunnen ze perfect een hele toernooi in elkaar steken. Kunnen ze iedereen gewoon helpen in de buurt of vanuit buiten de buurt. Ik sta hier naast een hele bijzondere en belangrijke man. Ik ook. In 1988 was u wereldberoemd hier in Mechelen. Waar staat het standbeeld? Dat is een hele goede vraag. Misschien moet ik dat zelf neerzetten. Ik denk niet dat ik een standbeeld nodig heb. Ik denk gewoon dat ik heb het mee mogen maken.
En ik word nog altijd vriendelijk ontvangen hier, dus laten we bescheiden blijven. Nee, gaan we niet doen. Ik ga je helpen. Ja, maar... Waarom zou er eigenlijk een standbeeld van jullie moeten staan? Nee, er moet geen standbeeld staan, want een standbeeld krijg je meestal als je doodgaat of dat je bijna de aarde af bent. Dus nee, ja, een standbeeld. Nee. Ik moet zeggen, ik heb een schitterende periode gehad en ik woon nog steeds in België met veel plezier. En nee joh, laat me lekker... Ik ga je helpen, ik ga je helpen. Laat ons actief maken in andere dingen. Ik ga je helpen. Deze man scoorde in 1988 in de finale de winnende doelpunt tegen Ajax en daarmee wonnen jullie de Europa Cup 2. Klopt, ja, ja, goed onthouden. Ja. Ja, en dat is het leuke van het verhaal nu natuurlijk, omdat we nu met allemaal, eigenlijk de foundation is Johan Cruijff. En dat is Ajax voor mij. Dus voor mij is er nog een extract. Ja, ik vind het wel leuk om mee te maken. Ja. Alle belangrijke mensen zijn weg, alle voetballers zijn weg. We kunnen terugkijken naar de geslaagde eerste opening hier in België, in Mechelen. En ik zeg voor nu adios, bye bye, amigos.